donder maar door. Voor al die miljoenen, er veel te klein spoor. Ik is de behoorlijk wrak. Een bommeltje onder de stuurlijk vlak. Hey, hou het uit. Hey, hou het uit. Van Gouda tot Katwijk aan zee. Heel symbolisch. Trechteren, dat is precies wat het college doet. Hè? We gaan steeds meer in een trechter richting dat naar het trebbetje. Maar eigenlijk is dat dus ook niet de plek waar we moeten zijn. Er moet storm komen. Storm, dat is van ons. Storm, dat is actie. En storm, die blaast die treb weg. En dat is ook precies wat mensen als Rudy zo aanspreekt. En dan gaat het om het fundament van de democratie. Dan gaat het erom, ga je ook echt als stadsbestuur ergens voor staan. En dat hebben wij willen doen. En dat doen we nu al 2 jaar lang. Maar we hebben grote tegenwerking. Maar we weten ook dat, we hebben net het liedje over Roomburg gehoord, acties als deze die ergens klein beginnen, die kunnen een enorm effect hebben. En ik ben ervan overtuigd dat het nog niet te laat is. Het kan nog steeds. Het kan nog en we gaan het doen. Bedankt daarvoor. Nog een hele fijne avond. En dan in het bijzonder, jij natuurlijk, Rudy, jij hebt het lied geschreven. Trouwens, een enorme fan van Ruben Robbie, als je straks nog even tijd hebt. Het is ook gewoon een leuke avond. En dat mag ook wel eens even. Want niet elke avond in Leiden is even leuk. En mochten jullie iets voor D66 voelen, of voor een van de andere partijen die hier ook heel leuk vertegenwoordigd zijn. De Wit Breedveld ben. De SP, de ChristenUnie of de lijst Flippo. Het CDA. Een eenzame vechter in het CDA. Goed mensen, we gaan ervoor. En heel enorm bedankt dat jullie hier vanavond met ons willen zijn. Mocht je nog lid willen worden, dan kan ook. Ruud, enorm bedankt en nog een fijne avond. Dankjewel nog één keer. Zullen we nog één keer doen, jongens? Eén keer maar afsluiten. Komt ie, hè? Wij gaan voor democratie. Dat lijkt wel een deur wordt voor bureaucratie. De leidenaar krijgt op de nauw. Exemplaar van deze, hoe heet zo'n ding tegenwoordig? Nee. CD. Oh ja. CD aanbieden. Ja, we hadden Steeg willen uitnodigen, of Witteman, maar die hadden ook ontzettend druk. De
burgemeester, ja, ook, ook een beetje druk. Maar fijn, het hele college was een beetje druk. Hoe zou dat nou toch komen? Dus ik ga hem aanbieden aan, aan iemand die een hele stille kracht is in het verzet van het verzet tegen die trein. En het enige nadeel van het feit dat ik het aan hem ga aanbieden is dat hij er al geen foto van kan maken. Maar ik wil hem toch, ja, ik had jullie allemaal wel aan kunnen bieden, maar ik kies voor onze vriend Emiel. De Leidse Glibber. Een man met een prachtige website. Een man die ook op zijn manier samen met Rudy, samen met Bram, samen met allerlei mensen in deze stad zorgt dat heel veel dingen ten goede keren. Emiel, ik wil je daar enorm voor bedanken, voor al die steun. Bedankt, en ik ga hem je nu geven, en ik heb maar twee handen, dus ik doe het zo. Hey, dankjewel, Emiel. En voor de foto's, dat is een beetje heel erg. Rudy, ik ben uiteraard helemaal verrast, want dat zijn weer van die dingen waar je nooit op rekent. Maar wat van het belangrijkste is, en je zei het er net al, en wat ik van de week zelf op mijn blog ook al schreef, er ligt nog geen meter spoor. En we gaan in 2010 gaan we gewoon afrekenen. En of je dat nou bij D66 doet of bij wie dan ook. Maar de kansen liggen daar gewoon, denk ik, het hoogst momenteel om gewoon af te rekenen. En dat er ook geen meterspoor komt in uit. Zo is het. Hoi. Hoi. Hoi.